Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Straten. Vandaag wel in een heel bijzonder hotel, de Prins Hendrik Hotel, want hier is Chet Baker uit het raam gevallen. En iemand kan er ons heel veel over vertellen, dat is Emiel Broersma. Hallo. Hallo. En ja, jij hebt best wel een bijzondere link met deze plek, toch? Ja, zeker. Ik werkte toen Chet Baker overleed, dat was in 1988. Toen werkte ik op het bureau Warmoestraat. Ik was toen begin 20, dus een hele jonge jongen, met haar. En ik had eigenlijk mijn eerste weekend nachtdiensten. En dat was eigenlijk best wel spannend. En ja, dat is iets wat nieuw is, hè, als politieagent, dat je je eerste nachtdienst hebt op zo'n bureau. En in een buurt die toen nog heel anders was dan nu. En wat dan ook nog bijzonder is in je carrière, is je eerste lijk, zoals we dat noemen. Ja. En ja, achteraf bleek dat ik mijn eerste lijk had, zeg maar, met mijn collega's, waar ik eigenlijk toch nog vrij lang aan zou terugdenken. En dat was Chet Baker. Chet Baker. En je had nog niet in de eerste instantie door dat hij het was? Nee, want ik had geen platen in mijn kast van Chet Baker. Maar achteraf bleek dat mijn vader dat wel had. En dat ik onbewust op zondagen geluisterd had naar Chet Baker. Terwijl ik eigenlijk een hekel had aan die muziek als ik thuis naar aan jazzmuziek. Toen en daarna moest luisteren, inderdaad. Maar begin jaren 90, toen er heel veel van hem op internet in de jaren 90 verscheen. Toen heb ik ook me echt een beetje meer verdiept in hem. Ja. Toen heb ik de film Let's Get Lost gezien. En ja, toen ben ik van zijn muziek ook gaan houden. En sindsdien ben ik eigenlijk een fan van hem geworden. Dat is wel heel bijzonder. Heel bijzonder inderdaad, want als het goed is dit het raam waar hij uit is gevallen. Ik weet niet, Erik, cameraman, misschien kan je even naar beneden filmen. Het is best wel een diepe val. Zeg maar, mensen die er omheen stonden, ik neem aan dat mensen dat er getuigen waren, hadden zij door wie dat was? Of was het gewoon... Nee, je moet je voorstellen dat in die periode hier ongelooflijk veel heroïne-junken op straat rondliepen. En dat er ook dagelijks heroïne-junken overleden door overdoses, door allerlei dingen. En hij leek eigenlijk met zijn hele lange haar op dat moment en zijn smalle junken gezicht. Ja. En hij had zijn prothese volgens mij niet in, dus hij had een ingevallen hoofd. Ja. Leek hij gewoon op een doodnormale heroïne-junk die we hier eigenlijk dagelijks vonden in deze buurt. Dus niemand had op dat moment eigenlijk door dat het Chet Baker was. Wat we wel vonden, dat was wel bijzonder, in zijn zak had hij een brief. En dat was een uitnodiging van de Tros. Ja. Die opnames zouden maken in Nick Vollebrecht Jazz Café. En volgens mij had hij daar een uitnodiging voor om daar in Laren, zeg maar, ook te gaan optreden. En ben jij ook, zeg maar, in deze hotelkamer toen geweest, nadat dit allemaal was gebeurd? Ja, maar pas later. Ik heb eerst op straat hebben we gewacht met collega's totdat de ambulance er was. Ja. En daarna zijn we pas later hier gaan kijken. Maar is dat hetzelfde hier? Is dat onveranderd gebleven? Of? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat, omdat het op dat moment voor mij niet duidelijk was dat het zo bijzonder was, ja. Is het ook niet zo dat je dan elk detail in je op gaat nemen. Dus ik kan me niet, ik herinner me natuurlijk wel het raam dat het zo bijzonder is dat je overal in de wereld zou je nooit zo'n onveilig raam hebben. Hè? Nee. Want stel je voor dat je hier met kinderen zit, of dat je inderdaad een slok op hebt en je wil even een luchtje scheppen. Mm-hmm. Nou ja, dat is bij Chet ook misgegaan, dus ik kan me voorstellen. Maar ik zie ook dat ze er volgens mij nog niks aan... Dus het is nog steeds best wel tricky, volgens mij. Ja, want jij had een soort van angel dust drugs, toch? Het is een combinatie van drugs, voor zover ik me kan herinneren, in hem gevonden. En op dat moment, in die periode, was er een soort chemische heroïne-cocaïne mix. Ja. Waar heel veel, op dat moment hadden we heel veel last van mensen die uit ramen vielen en sprongen. Dat weten we dus niet of het springen of vallen was. Ja. Maar er waren meerdere mensen in hotels hier in de buurt uit ramen gevallen en gesprongen. Of op platjes terechtgekomen. Maar was het angel dust? Was het ook iets van dat men dacht dat ze konden vliegen? Of? Nou ja, de naam angel dust zegt misschien iets. Engelen kunnen hebben vleugels. Dus dat het, ja, zoals nu Red Bull dat geeft, maar dat misschien toen iets was wat mensen vleugels gaf, dat weet ik niet. Maar dat... Ja, dat mensen dachten wellicht dat ze meer konden dan ze werkelijk konden. Ja. Maar nogmaals, dat weten we dus niet. Of hij opzettelijk is gaan vliegen, willen zijn wetens. Of dat hij echt gevallen is bij het openen van het raam. Van het raam, ja. Het is inderdaad wel een best gevaarlijk raam, inderdaad. Ja, best wel. Nog steeds, toch? Of kan hij niet meer zo goed open? Ik weet niet of hij nu nog open kan, maar zo te zien kan het eigenlijk nog steeds. Ja. Ja. Ik kan het me voorstellen dat je eruit kan vallen, inderdaad. Nee, maar laten we even een rondje door de buurt lopen. Want ik heb... nog meer vragen voor jou. Okay. Kom maar mee. Deze kamer, wel cool dat ik er een keer geweest ben trouwens. Ja. Oké, dus dit is de voorkant van het hotel. Ja. Welke plek lag hij? Nou, hij lag onder het raam waar hij natuurlijk uitgesprongen of uitgevallen was. Of zullen we even die paraplu bij jou gebruiken? Ja, het regent best wel hard. Kijken. Helemaal top. Kijk, ja.
Waar lag hij? Hij lag dus kijk, hierboven zie je daar het raam waar we net waren, ja, daar bij de foto. En ja, hij lag gewoon hier op de straat. Eigenlijk. Wel heftig. Ja. Ja. Nou, we gaan nu even lopen naar Casablanca. Ja. Daar staat een jazzlegende, Saskia Leroux, op mij te wachten. Ja. En jij moet me naartoe brengen. En ondertussen wil ik hem even vragen, want je zei, je hebt je liefde gevonden in zijn muziek, hè? Zeker. Wat trekt jou zo aan in zijn muziek dan? Ja, het is de, ze noemen dat de West Coast Jazz, hè, uit Amerika, uit de jaren 50. Ja. Ook wel de cool jazz genoemd. En wat mij aantrekt is zijn lijzige stem, je moet weten, hij kon eigenlijk gewoon helemaal geen noten lezen. Die man deed alles autodidactisch. Die luisterde, ja, die hoorde iets en die kon het spelen. En de manier waarop hij de emoties ook bij het spelen. En als je nou ook weet dat het een, wat voor persoonlijkheid hij heeft, dat het gaat te ver om dat allemaal uit te leggen, dan maakt dat het meer bijzonder dat hij op die manier die muziek zo kon brengen met de emoties zeker die hij liet zien. Ondanks het feit dat hij was natuurlijk in de jaren 50 ontzettend bekend, had ook liep eigenlijk in Hollywood rond. Hè, in de jaren 50 gewoon een ster, een James Dean-achtige ster. Ja, zeker. En daarna is hij natuurlijk aan de grond een beetje aan de grond geraakt. En hij was sinds de jaren, ik denk sinds 75, was hij vooral in Europa, omdat hij hier natuurlijk makkelijk de heroïne en de drugs kon krijgen. Ja. Vooral in Amsterdam. En dat bracht hem hier ook heel vaak. En hij kon in Amerika ook niet echt goed zijn gezicht meer laten zien, geloof ik, of vanwege allerlei dingen. Maar was dit gebied vroeger ook echt een jazzgebied? Nee, Casablanca was voor zover ik weet heel vroeger een jazzcafé. Ja. Dus daar waar ook bekende artiesten hebben opgetreden. Ja. Daarna is natuurlijk de buurt in verval geraakt in de jaren 70 en 80. Waarbij hier gewoon honderden heroïne en cocaïne junks liepen. Ja. Je kon er eigenlijk bijna niet doorheen nu. Dat was echt een enorme hoeveelheid junks, pandjes waar gedeeld werd, cafés waar je niet kon komen of mocht komen. De buurt was eigenlijk totaal in verval. Ja. Eigenlijk een soort oorlogsgebied. Er waren ook bijzondere bevoegdheden voor de politie die je eigenlijk niet zomaar in buurten normaal zou hebben. Maar wat voor bevoegdheden hebben we het over dan? Samenscholingsverbod, dus als mensen samenscholen kon je er wat aan doen. Ja. Je kon mensen direct een verbod geven om hier in de buurt te komen. Ja. Een zeedijkverbod, dat soort dingen. Je mocht geen citroensap bij je hebben. Wat, hoezo niet? Nou, dat gebruikten mensen om te bezen, dus dat mocht niet. Zilverpapier mocht niet, citroensap. We staan hier voor de Casablanca. Maar bezen, sorry. Wat? Nou, het roken van cocaïne deed je met behulp van ik zal mensen niet helemaal. Maar dat deed je met behulp van citroensap en zilverpapier, ja, bijvoorbeeld. En dat werd dan ook verkocht in winkeltjes. En dat mocht je dan niet bij hebben, want dat waren gebruikersartikelen, zoals je dat dan noemde. Was het een spannende tijd voor een jonge agent? Best wel. Ja, het was best wel een. Maar ik ben in die tijd wel heel erg van de buurt gaan houden. Ook jarenlang hier nog teruggekomen. Ja. Ook hier in Casablanca. En eigenlijk zeiden we ook wel eens, het is de meest veilige kilometer in de stad, want er werkten hier 400 politieagenten op 1 vierkante kilometer. Ja, ja, ja. Dat is ongelooflijk veel. Maar er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gebeurd, waardoor het eigenlijk nu een prachtige buurt is voor toeristen ook, waar je kan eten, waar je kan... Zeker, het is echt enorm veranderd natuurlijk. Ja, het is eigenlijk weer wat het ooit vroeger is geweest in de tijden dat Amsterdam nog aan zee lag. Ja. Waarbij mensen hier uitgingen, naar de kroeg gingen en dat is nu denk ik ook weer zo. Ik kom er wat minder vaak dan vroeger, maar... Het is, ik vind dat wel bordevol mooie verhalen. Ik wou dat ik lang met u kon praten, maar ik moet door helaas. Ja. Ontzettend bedankt, Emiel, voor alles en de mooie verhalen. En we gaan naar de Casablanca. Heel veel plezier. Dankjewel. Zo, ik doe even deze deur open. Oh, ik hoor al een piano. Het is een smalle deur, Erik. Dus zo. Hallo. Ik ben op zoek naar Saskia. Ik ben er. Oh, daar is ze. Hi. Hi, hallo. Hi. We zijn in de Casablanca, hè? Ja. Vaker opgetreden hier? Ja, heel vaak. Zo'n beetje. Ik had op een gegeven moment een regelmatig dat ik één keer in de maand hier stond. En ik zeg opgetreden, want ja, kan je misschien even uitleggen aan de mensen thuis wat jij doet? Ik ben trompetiste. Hey. Oh, pas op voor het glas. Kan gebeuren. Hier is mijn trompet. Prachtige trompet. En wat voor muziek maak jij? Voornamelijk jazz, blues, funk, hip-hop, EDM. Van alles? Ja, van alles. Cool. World music. En dus hier heb jij een periode bijna elke maand gestaan met je muziek. Ja, ja. Geweldig. Ja. Heel mooi. Waanzinnig antieke plek hier ook. Hè? Ja, het is echt legendarisch dat het nog bestaat, zou je bijna zeggen. Ik denk dat is wel cultureel erfgoed.
Nee, maar ik kom net van het hotel vandaan waar Chet Baker naar beneden is gevallen, gesprongen, weet het niet. Ja. Maar heb jij hem ooit ontmoet, met hem gesproken? Ja, ik heb hem ontmoet, zeker. Echt? Ja. Vertel, wat is daar gebeurd dan? Nou, kijk, ik ging naar zijn concerten in een kroeg in Amsterdam, die heette De Kroeg. Die bestaat nu niet meer, helaas. Mm. En na afloop van de concerten, waar hij dus 2 dagen speelde, ging ik naar buiten midden in de nacht. En daar stond iedereen. En op een gegeven moment zie ik een soort jongen met rimpels. Ja. En ik denk van, hey, volgens mij is dat Chet Baker. Hey, volgens mij. Oh. En toen liep ik dus zo naar hem toe. En we stonden allemaal zo'n beetje te chillen op de gracht. En ik zeg van tegen hem van, hallo, I am Saskia. Yeah. Toen zegt hij van, hello, I'm Chet. Dat was het. Dat was het. Ja. Heb je niet met hem nog verder gesproken, muziek gemaakt samen? Of? Nee, helemaal niet. Nee, hij was net klaar met spelen en we stonden daar allemaal. Yeah. En dat was het dan. Geweldig wel. Ja, ja, zeker. En was jij toen ook al bezig met muziek? Of was je... Ja, ik was nog niet zo lang bezig hoor. Een paar wat was jaar. Je toen dan? Ik was toen 22 zo'n beetje, ja. Maar je kende hem dus wel al. Ja, natuurlijk. Want ik had gelezen dat het best wel een babyboomer, zeg maar, voor de babyboomers best wel een groot iemand was. Ja. Maar jij was 21. Ja. Oude geest misschien. Nou ja, dat was in 1981. Dus dat is een tijdje geleden. Nee, en jij hebt dus hier ook een pianist. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Hallo, Evita. Hallo, Morin. Morin. En... jullie gaan samen een stuk voor ons spelen. Ja. En hey, hoe heet het stuk? Is het een bestaansstuk? Is het van jouzelf? Het is een stuk van mijzelf. Ja. En voor de gelegenheid, trouwens, Warren die heeft de tekst ervan geschreven. Mm-hmm. Maar ik heb de muziek geschreven. En voor de gelegenheid is het een ode aan Chet. Oh, geweldig. Ja. Leuk. En hoe heet het? Het heet... Pretty Amsterdam. Oeh, ik ben benieuwd. Ik ga wel dus met de microfoon hier een beetje tussen manoeuvreren. Dus let niet op mij. Maar ik wil dat de kijkers thuis goed het allemaal kunnen horen. Ja, ja natuurlijk. Waar kan het dan het beste staan? Wat je wil. Ja? Oké, okay. Top. Oké. Ik ga even hier. Let's go. The sweet espresso, I darkened in a starry night. Then it flipped me like a movie camera up into a staggering height. Did a spirit twist me into a dance to a victory stance on a dome. And then a hurry home. And then a hurry home. And then he hurries home. And where is his home? Amsterdam was his home. I'm talking about Chet Baker, the legendary trumpet player. I met him once. I said, hello, I am Saskia. And he said to me, this is what he said. I am Chet. Dat was echt prachtig. Oh, dankjewel. Oh, dat vond ik echt heerlijk. Wauw, dat is echt heel cool. Waarom heb je dit liedje geschreven? Ik heb dit liedje oorspronkelijk geschreven voor mijn tournee naar Italië. Mm-hmm. En oorspronkelijke titel was Pretty Rome. Mm-hmm. Maar nu voor de gelegenheid was het Pretty Amsterdam. Oh. Want we zijn hier natuurlijk in het fantastische, legendarische Casablanca. Het is zo
prachtig dat we hier toch de antieke jazzclubs van vroeger hebben. Ja. Die vind je nergens. Die vind je zelfs in Amerika niet. Nou, in New York heb je er misschien nog één of twee, ja. Maar voor de rest zijn ze ook allemaal weg. Dus dit is echt een grote luxe. Maar treed jij nog veel op, bijvoorbeeld in de Casablanca? Aanstaande op 1 juni spelen wij hier voor het Red Light Jazz Festival. Ja, ik zag al bordjes hangen inderdaad. Ja, en daar hebben we ontzettend veel zin in. Want dat wordt een heel mooi festival met allemaal verschillende optredens door de hele Red Light District. Dus dat is gewoon geweldig dat wij... Ik heb zelf ook nog in het Red Light veel opgetreden in mijn jeugd vroeger. Nee, maar als ik jou ook zie spelen, je bent gewoon echt volop aan het genieten. Wat gaat er door je heen als jij aan het spelen bent? Ja, ik vind spelen ontzettend luxe. Dat je mag optreden. Want ik ben altijd de hele dag bezig met die optredens te organiseren. En als je dan eindelijk mag spelen, nou, dat is zo geweldig. Dat je dan eindelijk hetgene mag doen waar je het allemaal voor doet, zeg maar. Want ze zeggen wel eens, inspiratie is 99% perspiratie. Ja. En dat is ook zo. Dus laten we afspreken. Want ik ga dan nu straks naar Casa Rosso, naar Ellen ten Damme. Als ik dan wegloop, jullie dan nog voor mij spelen, dan voel ik mij helemaal empowered als ik dan de straat op ga. Zullen we dat dan afspreken? Natuurlijk, zeker. Ontzettend bedankt dat ik mocht langskomen. Dankjewel. Thank you so much. Ik vond het echt geweldig. Dankjewel. Nou, dan gaan we spelen. Yes. Holland is my home. 2, 3. Van de Casablanca naar de Casa Rosso. We zijn op de Wallen. Hier binnen is zangeres Ellen ten Damme. Oeh, even droog staan. Want zij gaat hier optreden voor de Red Light Jazz Festival. Even naar binnen, kom maar Erik. Nou, wat liggen er geweldig bij? Heerlijk, zal ik ernaast komen zitten? Heerlijk, wacht. Oh, ik heb een jurk aan, dat kan ik allemaal niet. Wat? Ik moet degelijk blijven. Hoe is het? Hi. Goed hoor. Ja, jij bent hier straks te vinden, hè? Ik ben hier, wanneer was het ook weer? Binnenkort, vrijdag geloof ik. Wat ga je hier doen? Wat denk je dat ik hier ga doen? Ik denk dat jij gaat zingen. Jazz. Ja, dat klopt. Het is het Red Light Jazz Festival en... Ja, het is een hele leuke setting. Dit is Casa Rosso. En we hebben hier zo'n schijf bijvoorbeeld. We hebben palen. Ik kom met een pianist, maar goed. En die gaat dan ook op dit ding staan of ergens anders? Ik hoop dat hij heel goed gaat spelen. Maar ik vind het wel leuk dat ik daarvoor gevraagd ben. En wat is jouw link dan met de Wallen en jazz? Ik ben als... Ja, toen ik hier kwam studeren, dat was voor de Kleinkunstacademie. Ja. Toen vond ik dit dit was de place to be, dat was de plek. Dit associeerde ik met Amsterdam, met de Red Light District. En ik woonde zelf op de Nieuwe Dijk. Ja. Dus dat is aan de andere kant van Damrak. Mm-hmm. Maar dat was vlakbij. En ik had een vriend wonen, die woonde op de Korte Niezel. En ik was hier ontzettend vaak te vinden in deze buurt. Ik vond het een hele gezellige buurt. Oh, ja. En ik moet zeggen dat ik ook wel eens hier geweest ben, omdat je moet ook wat zien natuurlijk. Ik ben hier ook wel eens geweest kijken. En ik heb hier trouwens ook een paar films opgenomen. Films opgenomen? Heb je dan ook in de palen hier? Of, Ja, een soort van. Er waren gewoon hele kunstfilms. Hè? Kunstfilms, ja. Oké, want ik zag ook al wat foto's net voor. Dat deed je dus niet of dat deed je wel? Nee, ik ben geen pornoster of zo. Ik heb vroeger wel in films geacteerd, maar... Ik ben toch voornamelijk een zwangeres. Mm-hmm. En het thema dit jaar is Chet Baker, waar ik behoorlijk fan van was. Zeker, ik heb ooit... vertel daar eens het over. Nou, ik ben al zo oud dat ik uit het
platentijdperk en cassettebandje-tijdperk kom. Mm-hmm. Ik heb ooit heel veel platen gekopieerd op cassettebandje. Onder andere Chet Baker Sings. En dat vond ik een ontzettend mooie plaat. Er waren heel veel, volgens mij, Cole Porter nummers. Ik heb even graven in mijn geheugen, maar daar heb ik ook Cole Porter door leren kennen. Okay. En wat ik heel mooi vind aan Chet Baker, ja, is eigenlijk zijn stem. Ik vind het heel... Heel eigen, heel speciaal, heel melancholisch. Heel... En is dat nog terug te vinden in de muziek die je nu maakt? Zo direct. Ik denk dat alles wat je in je leven hoort of ziet of doet, neem je mee als bagage of inspiratie. Dus het zal allicht ergens een invloed hebben gehad. Maar ja, ik zit nu tegenwoordig veel in de theaters. Ja. En, Carré en zo. Ja, maar nu sta je in dit theater. Ja, zeker. Want ja, wat moeten mensen zich voorstellen? Er komen er palen. Gaat dit ding nog hoger? Want dit ding kan hoger. Hoger. Ja, ik heb begrepen dat dit kan heel hoog. Ja. En er kan ook een paal naar beneden komen, maar dat kan niet tegelijkertijd. Nee. Dus er moeten keuzes gemaakt worden af en toe. Maar ik vind dit wel heel leuk eigenlijk. Maar ik heb ook een keer een lied geschreven over Verone van der Leur. Dat is een oud-turnster. Ja. En die is uiteindelijk een webcam girl geworden. En daar heb ik een lied over geschreven. Afijn, ze heeft ook wel eens in mijn shows gepaaldanst. Want ze is eigenlijk een echte acrobaat. Echt een heel sterke knap vrouw. Zeker. En ik ga haar bellen. En dat schiet nu te binnen. Want ik denk, dat zou leuk zijn. Als zij kan het heel erg goed. Heeft daar nog een paal over? Er zijn ook twee. Oh, er zijn er twee. Ja. Ja. Hé. Hey. Dat is wel even leuk. Ik ga vragen of zij kan. Dan ben ik heel benieuwd. Nee, dus nog even, want wat kunnen mensen van jou verwachten dan hier straks? Nou, ik ga natuurlijk gewoon zingen. Ik ga Frans, ik ga een beetje de stijl doen van jaren 20, Parijs, Berlijn. Dat nostalgische sfeertje vind ik hier wel heel mooi passen. Het is eigenlijk een heel mooi theatertje, als je het zo ziet. Zeker. Dus ik ga Piaf, Dietrich, ja. Chet Baker. Oh ja, misschien wel Chet Baker. Ik breng je op ideeën. Ja, heel goed. We moeten niet te veel verklappen natuurlijk. Het is alweer, zijn alweer het einde gekomen van een nieuwe aflevering van De Straten. Ontzettend leuk. Vond je het leuk om met mij hier op dit ronde ding te zitten? Heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Gaan we nog naar de paal? We gaan naar de paal. Nee, oefenen. Nou, daar gaat ze. Hey, allemaal te zien straks tijdens het festival Ellen ten Damme.